Spanningen tussen Hongarije en Europa lopen verderop. De volgende vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie na de zomer, die worden niet in Boedapest gehouden, zoals eigenlijk wel het plan was. De buitenlandschef van de EU, Josep Borrell, die verplaatst de vergaderingen naar Brussel en wil daarmee een duidelijk signaal richting Hongarije afgeven. Even if it is a symbolic signal that being against the foreign policy of the European Union and disqualifying the policy of the European Union as the party of war has to have some consequences. Well, formal consequences, symbolic consequences, nothing great will happen. But I think it was much more appropriated to show this feeling and to call for the next foreign and defense council meetings informal in Brussels when we come back from holidays. Nou, het is niet de meest inspirerende spreker, maar de boodschap is duidelijk. We gaan erover praten met de Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Ivan. Ja, de ruzie met Hongarije loopt steeds verder op. Borrell spreekt van een symbolische beslissing in Hongarije en zeggen ze het is kinderachtig. De maat voor Brussel met de vredesmissie van Orbán is een beetje vol? Ja, zeker. Vorige week verklaarde de Europese Commissie al dat er geen commissarissen meer naar Hongarije gestuurd zouden worden bij vergadering, maar alleen nog maar ambtenaren. In mijn herinnering is dit niet eerder gedaan. Ik moet een beetje denken aan de boycott van Oostenrijk in het jaar 2000, toen de extreemrechtse Jörg Haider daar aan de macht kwam. Toen was Europa nog bang voor de opkomst van extreemrechts, populistisch rechts. Nou, dat is nu een beetje de mode van het tijdperk. Maar toen was er dus echt een boycott van een heel land. Dat is nu iets minder het geval. Borrell zei ook, het is symbolisch. Het land wordt ook niet geboycott. Hongarije kan nog steeds deelnemen aan de vergaderingen. Maar ja, het raadvoorzitterschap van Hongarije heeft natuurlijk nu een stuk minder glans. En dat is toch echt te wijten aan de alleingang van Viktor Orbán. De tripjes die hij maakte begin deze maand naar Beijing, naar Moskou, naar Amerika, om zichzelf te presenteren als de vredesmissionaris in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Ja, wat wil Borrell dan nu bereiken? Dat Orbán daarmee stopt dus? Ja, eigenlijk wel. Hij wil duidelijk maken wat de regels zijn. Hij beschuldigt Orbán dat hij niet loyaal is aan de andere lidstaten. Natuurlijk ligt Viktor Orbán al jaren op ramkoers met de Europese Unie, terwijl zijn land wel lid blijft. En ja, hij wordt geacht. Het land is voorzitter van de Raad, niet van de Europese Unie. Dat is wel een belangrijk verschil, want er wordt heel veel gezegd, Orbán is de voorzitter van de Europese Unie. Zo ziet hij zichzelf graag ook, maar dat is dus niet het geval. Het land moet EU-standpunt overbrengen, is de woordvoerder van de EU-standpunten. Dat geldt voor alle voorzitters van de Raad. In plaats van het nationale belang te vertegenwoordigen. En ja, dat doet Hongarije dus niet. De herhaalde ongecoördineerde stappen van Hongarije om zich tegen de eenheid van de EU te verzetten moet formele gevolgen hebben, dat zei Borrell gisteren. Maar het is dus geen boycott. Hongarije kan gewoon nog blijven meedoen. Ja, er was gisteren al een informele bijeenkomst van Justitie en Buitenlandse Zaken. Die was in Boedapest. Daar was een heel merabar aan bezoekers, ministers, staatssecretarissen en ambtenaren. Luister even mee naar onze minister van Buitenlandse Zaken, Veldkamp. Die was daar ook dus aanwezig en hij spreekt ook van een duidelijke boodschap richting Hongarije. Het is wel heel duidelijk en dat wil ik echt markeren. Hongarije is echt glashelder aangesproken in de Raad. En ik heb dat zelf ook nog eens extra gedaan in een bilaterale ontmoeting met de Hongaarse minister. Heel duidelijk aangesproken. Zoals de start van het Hongaars voorzitterschap is geweest, zo moet het niet. Nee, ja, gisteren bij die bijeenkomst dus waren enkele ministers, bijvoorbeeld van België, Luxemburg en Italië, Frankrijk en Duitsland hadden een staatssecretaris gestuurd. Nou, de commissie dus alleen een ambtenaar. Het zal een gezellige bijeenkomst zijn geweest. Ja, inderdaad. Je kunt je afvragen waarom ze dat überhaupt nog hebben gedaan natuurlijk. De woorden van Caspar Veldkamp zijn een beetje een breuk met de woorden van Dick Schoof eerder deze week. De premier die zei dat van geval tot geval bekeken zou worden of er mee werd gedaan aan vergaderingen in Hongarije. Een beetje een andere opstelling dan de meeste andere lidstaten. Maar goed, nu Nederland heeft dus duidelijk gemaakt dat ook voor Nederland de maat vol is. Ja, hoe moet dit nu verder? Ja, je zegt de glans is er vanaf, dat voorzitterschap van Hongarije. Slowakije staat geloof ik wel nog aan de kant van Hongarije. Die staan mooi mee te praten. Maar ja, hoe moet dit nu verder? Gewoon maar uitzitten de rit tot eind dit jaar?
Ja, ik denk het wel. Er is nog wel een optie om het voorzitterschap van Polen, dat is het volgende land, naar voren te trekken. Om Hongarije dus het voorzitterschap af te nemen. Maar dan ga je natuurlijk wel heel erg ver. Je kunt ook nog afvragen, zijn die roterende voorzitterschappen nog wel van deze tijd? Ik denk het eigenlijk niet. Het dateert nog van uit de tijd dat we nog niet een echte Europese Unie hadden, maar dat ieder land echt heel duidelijk de agenda kon zetten in die 6 maanden dat het voorzitter was. Ja, die tijd is al lang voorbij, maar we hebben natuurlijk wel een groot probleem. Dat probleem is niet nieuw. Hoe ga je om met Viktor Orbán? Ja, het zal blijven schipperen. Orbán doet dit natuurlijk ook voor de binnenlandse politiek. Hij kan nu zeggen, kijk, Brussel, het zijn inderdaad dictators. Maar we zitten ermee in onze maag. Dat is een feit. We kunnen Hongarije er niet uitzetten. Dat wordt soms ook wel eens geopperd. Landen kunnen niet uit de Europese Unie gezet worden. En Hongarije wil zelf ook niet uit de Europese Unie. Hè? Dus ja, we zijn tot elkaar veroordeeld. Ja, begrijp dat er deze week in Boedapest nog een bijeenkomst is van EU-gezondheidsministers. En waar Fleur Agema niet naartoe gaat omdat ze verlof heeft. Dat is toch wel opvallend. Ja, in het minister. Ja, dat is opvallend natuurlijk, omdat de banden tussen met name PVV en Viktor Orbán heel innig zijn. Je zou dan denken dat PVV dan wel de minister stuurt. Maar kennelijk heeft Fleur Agema andere verplichtingen. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Heb je je wel eens afgevraagd of er nog echte verhalen bestaan die zo uit een stripboek kunnen komen? Ik dacht dat er binnen de CIA een mol zat, waardoor hij zijn enige dienst die hij zou kunnen vertrouwen niet meer vertrouwde. Weet je eigenlijk wel waar het graf van Alexander de Grote is? Het is zoek. We weten dus niet waar het is. En of de verloren Hollandse meesters ooit nog worden gevonden? Er is mij ook wel letterlijk gezegd, als je daaraan kunt voldoen, zouden wij je eventueel kunnen helpen om die werken terug te vinden. Bestaan er nog echt grote geheimen die ontrafeld kunnen worden? Een nog niet gevonden kamer met allerlei materiaal. Misschien zelfs met teksten. En met Geop zelf. Dat zou waanzinnig zijn. Ga mee op zoek en luister naar de Factor Kuifje. Vanaf 24 juni in je BNR-podcast-app.